Dag Melissa, je hebt hier een mooi lintje aan. Ik zie hier opstaan. Miss, voor degenen die het niet kunnen lezen thuis, Mrs. Elite Beauty Queens Europe 2019. Dat is een nieuwe verkiezing of dat is een verkiezing waar je nu aan deelneemt? Dat is een verkiezing waar ik nu aan deelneem. Ik ben ook daar voor winnares van België uit om daar mee te doen. Ja. Dus om naar Letland te vertrekken, ja. De 28 juli. Ja. En wat vinden je vrienden ervan dat je zo terug opnieuw meedoet aan een nieuwe en andere verkiezing? Ja, die waren heel verbaasd natuurlijk. Al sowieso dat ik meedeed aan misverkiezing, omdat ik dan... Ja, dat ben ik niet eigenlijk normaal gezien. Nee. En ja, die vonden dan natuurlijk heel raar dat ik ze ineens zeg... Ja, ik ga meedoen, ik ga naar Letland toe, ik ga Europa vertegenwoordigen. Dat was wel voor hun een hele shock, moet ik zeggen. Zeg, maar wat voor type ben je dan eigenlijk als meisje? Hoe ben je als meisje? Als meisje ben ik meer zo heel rustig, verlegen type. Mm-hmm. Niet uitbundig. Ik zet me meer op de achtergrond dan dat ik op de voorgrond ga staan. Mm-hmm. Dus dat is ja, voor hun heel wennen dat ik nu zeg van... Ik ga op de voorgrond staan... Mm-hmm. En ja, dat is me in de schijnwerpen zetten. Ja. Dus ja. Moet je jezelf wat voorbereiden voor je dat je naar die finale gaat of naar die verkiezing? Ja, toch wel. Het is een andere verkiezing dan hier in Limburg, Miss Limburg natuurlijk. Ja, dat is heel anders natuurlijk. Daar bereid je voor en je weet wat er gaat komen. Maar hier weet je totaal niet wat gaat komen. Die interviews met de jury, dat is heel anders. Je weet niet wat die gaan vragen. Dus mm-hmm. Ja, je bereid je toch wel voor het ergste. Zijn er bepaalde accenten die hier gelegd worden daar? Ja, natuurlijk. Je moet, bij dat interview moet je heel goed uitkomen. Mm-hmm. Maar ook ja, je beauty, hoe je uitstraalt... Wat je doet, hoe je handelt. Ja, je wordt van dag 1 tot de laatste dag wordt je eigenlijk beoordeeld op alles wat je doet. Make-up, je haar, je kleding, alles. Ja, je doet eigenlijk mee aan Mrs. Elite Beauty Queens, maar jij bent nog niet getrouwd, hè? Nee, ik ben nog niet getrouwd. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar dat is daar boven de 21, denk ik, hè? Ja, dat is daar boven de 21. Ja. Melissa, wat doe je in het dagelijks leven? Als ik vrije tijd heb, dan ga ik fitnessen of dan speel ik harp. Of teken ik, maar als ik ja werk, dat is altijd in de zorg, als zorgkundige. En ik doe dat heel graag, mm-hmm. Omdat je zit altijd bezig en je ziet altijd wel andere zaken. Je leert ook van die mensen. Mm-hmm. Elke dag leert je wel van een levensverhaal, leert je iets. En dat is het mooiste aan die job. Van, ja, sommigen vinden het wel ja, niet leuk, die job. Aan andere mensen in de omgeving. Maar eigenlijk, het is zo'n mooie job om het te doen. Je krijgt er zoveel liefde van. Echt super. Nu, je hebt nu nogal eens aan een verkiezing meegedaan. Wat zijn de dingen die je moet hebben, denk je, om mis te worden, om een verkiezing te winnen? Ik denk toch de uitstraling, dat het belangrijkste is. Maar ook hoe je overkomt naar de mensen. En dat je zelf blijft. Het belangrijkste is jezelf blijven in alle situaties. Of het nu misgaat of het gaat goed, blijf gewoon jezelf. Dat is het belangrijkste. Welke taal spreken ze kinderen eigenlijk? Ja, wij moeten Engels spreken, maar ja, ik denk wel Russisch. Of ja. Ja, oké. Maar het Engels zal geen probleem zijn. Ja, toch wel een klein beetje met de zenuwen gaat het toch wel mis, soms met Engels, maar ja. Je zult toch een beetje moeten oefenen dan, hè, tegen dan? Ja, heel veel moeten oefenen, ja. Ja, sowieso. Okay. Goed, ik wens je nog heel veel succes en hopelijk kom je met een ander nieuw kroontje en lintje mee naar huis. Ik hoop het ook. Dank je voor het interview. Oké. Okay.